Hoi allemaal! Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Hey! Hoi! Hallo allemaal! Wat super leuk dat jullie kijken naar deze video! Hoi! Super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag gaan we de concurrentie van Unity bekijken. Dus let's go! We zijn er weer. Ja, we zijn er weer. En wij gaan de concurrentie bekijken. En we hebben er echt super veel zin in. Oké, ik ben wel benieuwd. Ja, ik ook. Zullen we het eerste land gaan bekijken? Ja, zet maar aan. Oké, zet maar aan. Ze ziet er echt heel erg schattig uit. Ze is heel schattig. Ja, ik vind de taal heel mooi. Ja. Ja. Ze zwiepen gelijk allemaal. Ja, heel vrolijk. Ja, een heel vrolijk leuntje. Ja. Schattig. Heel vrolijk. Schattig meisje. Ja. Ze beweegt ook best wel lekker erbij, vind ja. ik. Gewoon, ze zit helemaal in en ze heeft een schattige en vrolijke uitstraling. Dus dat is sowieso al heel erg goed. Het is ook heel kleurrijk. Net zoals vorig jaar. Frankrijk heeft altijd een inderdaad heel vrolijke liedjes. Ja. Videoclips zijn ook echt leuk. Heel leuk. Heel leuk. Het was heel vrolijk. Het is niet, omdat het evengoed wel een soort van... Ja, een zwaar onderwerp is, omdat je toch wat leuks bedenkt of zo, ja. Dat wel het leven niet altijd mee zit. Dat je dan zo vrolijk... Ja, ze brengt heel leuk over, ze heeft gewoon hele leuke uitstraling. Ja, inderdaad. Zo'n klein meisje en dan ook nog eens, zeg maar, ja, gewoon zo vrolijk en blij. En ik vind het echt heel cute. Nou, dit kan denk ik wel een concurrent zijn, ook omdat het waarschijnlijk wel een boodschap hebt. Je kan niet helemaal alles verstaan en zo, maar ik denk wel dat het een concurrent is. Ook omdat het een vrolijk liedje maakt meestal, denk ik wel... Veel kans. Denk het ook. Het nummer is een beetje vergelijkbaar met Unity, denk ik. Omdat het ook allebei vrolijk is en een beetje up-tempo. Dus ik denk wel dat dit een concurrent is, ja. Ik denk dat dit wel, dat het wel echt aanslaat op het publiek. Omdat het natuurlijk ook lekker pop is, lekker vrolijk. En dat kan wel echt een kans krijgen. Oké, Polen. Stoer. Zo. Kijk, hier is nog heel schattig met zo'n rokje. Heel poppig, ja. En hier, daar is ze badass. Bam. Het is schattig. Ik vind het schattig. Ja, ik ook. Dat je jezelf moet heel geloven. Krachtig nummer. Dat je ook door moet zetten. Ja, dat is ook een beetje wat ze laten zien. Dat je echt in jezelf blijft geloven en moet doorzetten, zeg maar, om dingen te behalen en zo. Dus dat is wel echt mooi. Ik vind het een goed nummer, maar ja, Polen heeft natuurlijk al twee keer gewonnen. Dat mag eigenlijk niet nog een keer gebeuren. Nee, we gaan ervoor zorgen. Kan je trouwens drie keer winnen achter elkaar? Of? Ja, ik geloof het wel. Kan dat? Ja, ik geloof dat er geen regels voor zijn. Stel je voor, je wint gewoon als land drie keer. Dan ben je echt gewoon... Dan ben je echt gewoon Songfestival gewoon Queen. Winnaar. Ja. Alles. Maar ik hoop niet dat ze nog een keer winnen. Nee, ik hoop niet dat JoJo en Unity wint, maar anders hebben ze drie keer gewonnen. Ja. Ik had gezien op Instagram dat iemand... De Junior Show Festival had hierover een post geplaatst. En toen zag ik in de reacties dat er een meisje had gereageerd dat ze dit meisje op mij vond lijken. Dat is maar de kleine versie van Anne. En dan had ze krullen wel hoor, maar hier had ze stelhaar, maar dat vond ik grappig. Ja, dat kan ik op zich wel een beetje zien, denk ik. Ja. Die kleine Anne die er staat. Ja. Ik denk eerlijk gezegd zelf niet dat Polen dit jaar weer gaat winnen. Nou, dat denk ik ook niet, maar ze is wel heel goed. Ja. Ja, het zou wel kunnen ook. Ja, zeker. Maar ik denk dat Unity gaat winnen. Unity! Ja, sorry. Polen is natuurlijk het gastland dit jaar. Ja. Alweer. Alweer. Maar ik denk niet dat het een derde keer gaat worden. Ik denk niet. Nee, ik... Nou, het is wel een tof nummer. En ik vind het contrast wel leuk van wat we net zeiden. Er zit badass in, dus heeft ze een karatepakje aan en zo. Ja. En ze heeft het heel poppig, maar... Ja, echt zo schattig en dan boom. Ik weet niet. Ik heb gewoon een beetje het gevoel alsof het niet zeg maar in mijn hoofd blijft zitten of zo. Dat ik het dan hoor en dan denk ik, oh ja, het is wel een prima nummer. Maar ik zou het niet zeg maar dan zelf in mijn Spotify lijst zetten. Nee, precies. Ik heb een beetje bij dit nummer van dat stel ik, als ik het dan kijk, de hele show, dat ik dan bij dit nummer even naar de wc zou gaan of zo. Ja. Ja, dus toch even het nemen naar de wc gaan nummer. Ja. Rusland. Sofia. Peskova, Moj Novij Den. Moj Novija Den. Mooi uitspraak. Dank je. Moj Novija Den. Moj Novij Den. Moj Novij Den. Ja, lekker dood. Moj Novij Den. Het zat echt een hele volwassen stem. Ik had
als ik haar zou zien zonder dat ik haar leeftijd had gezien, dan zou ik niet zeggen dat ze 11 was. Ja, maar alleen, ik zou niet snel meezingen. Jij? Nee, want dit is een mooi snieven. Nee. Dat is wel heel lastig. Ik kan het niet echt makkelijk meezingen, maar ik vind wel dat ze echt een mooie stem heel heeft. Heel mooi, ja. En mooie jurk en dat kan ze echt heel mooi uitpakken. Ook een mooie act. Wat een mooi meisje. Ik vind haar echt heel mooi. Schattig ook. Maar om eerlijk te zijn, met alle respect, het is een super tof nummer, super leuke stem. Maar ik ben meer van de up-tempo nummers. Dus ik vind dit niet echt interessant om naar te kijken. Oh, dat is ook al zo'n mooi meisje. Maar ik zie heel veel mensen. Dus welke is nou precies degene die zingt? Ik denk niet in het midden staat. Ik denk, nou zij. Oh, wauw. Ik vind echt zo'n sprookjesachtige vibes. Oh, wauw. Ziet er mooi uit. Oeh. Die jurken. Soort Cinderella of zo. Ja, inderdaad. Ik weet niet precies waar het over gaat, maar... Volgens mij zong ze My New Day of aan het einde. Dus dat het gewoon gaat over een nieuwe dag en dat het iets positiefs ja, is. Ja, het is heel uitnodigend, zeg maar. Ja. Gewoon hoe ze zingt en hoe ze zichzelf profileert, zeg maar. Ja, ik zou denken dat ze dan zingt over... Als we slechte dagen hebben, er is ook altijd wel weer een nieuwe dag. En dat is dan... Je kan altijd weer opnieuw beginnen. Het is echt zo'n sprookjesachtige setting. Het geeft echt zo'n sprookjesvibe. Met rook en zo en het orkest erbij. Het orkest. Ja, heel mooi. Heel mooi gezongen ook. Ja, echt een mooi liedje. Nou, eigenlijk ben ik dus een paar procent Russisch, hè? Van mijn vader. Dus jij kan dit wel Nee. Jedan teo iz tog nemira, kako da ti priđem, da zadržim dah. Ik denk dat als ik het zo zie, dat het wel over liefde gaat. Ja, dat denk ik ook wel, die knuffel. Ja, er zit een hele mooie, dame, vind ik dan. Ik vind die jongen wel. Ja, en hij zit in een kano, maar ik kan niet verstaan wat ze zeggen, maar ik vind het wel... Maar waarom... Hij zingt wel mooi. Hoezo die kano? Waar is die kano voor? Ik denk dat de kano iets met de liefde te maken heeft. Ik heb geen idee. Ben verliefd op een kano? Ja. Daar. Dat wordt hem sowieso. Daar gaat hij verliefd op een kano, niet op een meisje. Dat meisje is gewoon... Is zo. Maar die kano? Die is important gewoon. Ja. Die is gewoon... gaat om de kano. Ik vind dat hij een mooie stem heeft. Wel een mooie rustgevende stem. En ik vind het ook een mooie ballad. Ik kan niet helemaal verstaan wat hij zegt natuurlijk. Is dat dan Servisch of wat? Zingt hij dan Servisch? Ja. Servisch, denk ik. Ik vind het wel, ik vind het een mooie clip. Ik ook. Ja, het is een hele mooie clip. Elkaar. Ja, en het is ook alweer iets anders dan... Er zit ook een beetje een verhaal achter. Ja. Ik kan niet even staan, maar aan het heartbeat dan. Ik denk niet dat het echt een concurrent is van Unity. Omdat Unity is heel blij en heel, heel strak en dit is een heel zweverig liefdesnummer. Ja, ik vind het ook wel... Ja, ik vind wel dat hij mooi kan zingen. Ja, maar... ik vind zijn stemklank heel mooi. Stemgeluid. Stemklank, niet. Ik vind het liedje net niet. Nee. Dit gaat vervelen, denk ik. Ja, denk ik om naar te kijken. Het is niet bijzonder genoeg. Ik mis wel nog een beetje... Het spectaculaire liedje. Ja, iets meer spice, zeg maar. Maar een leuk liedje wel. Ik vind het wel een leuke jongen. En ook een leuk meisje. Ze hebben het wel leuk... Het ziet er wel leuk uit, ja. Hij kan heel goed zingen. Okay. Ik vind echt dat hij een mooie stem heeft. Maar hij is niet knap. Ja. Voor mij. Voor mij ook. Nee. Nou, ik vind Petter wel een mooie jongen, maar ik zou niet... Nee. Nee, ik heb het zelf niet. Nou, hij is niet lelijk, maar niks voor mij. Ik zie hem al gaan in Servië. Hoi. Ja. Lita. Ja. Als je dit ziet, call us. Samen live. Oh ja. Een double date with you and your girlfriend. Okay. Het gaat over de herinneringen aan de overleden vader. En dan ben je 12. En dan is je vader... Oh, daar word ik echt heel verdrietig van. Nou, ik vind het best wel knap dat zij dit zo durft te zingen ook. Want het is gewoon super gevoelig. En dat dan... Om zo'n liedje te zingen op zo'n groot podium vind ik alleen maar heel erg knap. Ik zou dat niet kunnen hoor. Ik denk dat ik na 2 seconden al gelijk loop te janken. Ik ook. Ik zou dat echt niet kunnen. Echt respect. Wel echt heel knap van haar. Ja. Ik denk dat het bij mij echt wel een gevoelige snaar zou raken. En dat ik dan echt zo elk moment in huilen kon uitbarsten bij dat nummer. Ja, dat heeft ook wel iets moois als je dan zeg maar dat zingt. En wel die emotie hebt. Maar wel zo in bedwang kan houden dat je dat ziet. Maar niet je stem beïnvloedt. Nu vind ik het echt nog mooier.
Vooral omdat natuurlijk voor haar zit haar vader. Dat is best wel zwaar, lijkt mij. Maar ja, dan kan ze ook wel goed de boodschap overbrengen. Ja, maar je moet niet huilend op het podium gaan staan. Nee, precies. Dat is ook wel moeilijk. Voor mij zou dat wel moeilijk zijn, voor jou? Ik denk het ook wel. Oeh, dus ik vind het wel knap dat ze dat kan, want ik zou dat denk ik niet... Ik zou het wel moeilijk vinden. Ik zou het heel moeilijk vinden om over mijn overleden vader te zingen. Ja. Dat zou ik niet... Ik denk dat ik zou moeten huilen elke keer. Ja, ik vind het echt heel knap. Echt ook een mooi nummer. Dat is een kapot mooi nummer. Ja, wauw, dat is echt heel mooi. Ik denk dat dit zeker een kanshebber is, jullie? Ja, vooral door het verhaal denk ik ook. Als ze het verhaal echt goed weet over te brengen, denk ik echt wel dat ze het supergoed gaat doen. Ja, mensen gaan hier erg emotioneel van worden. Zo. Ja, ik denk het wel. Het is niet dat ik het alleen mooi vind omdat ze zingt over haar overleden vader. Het is gewoon echt een mooi nummer. Ze zingt het ook heel mooi en de videoclip is ook echt heel vet. Dus ik denk dat dit wel een concurrent kan zijn omdat het gewoon zo een mooie stem is. Een heel mooi nummer. En het raakt mensen wel. Dus ja, daarom denk ik van wel. Ik heb alleen geen idee wat voor een land het is, waar het ligt of zo. Kazachstan, weet je dat niet? Kazachstan, waar ligt dat? Waar ligt dat? Weet je. Nee. Hier zie je even een kaart van waar Kazachstan ligt. Nee. Het is echt een leuk dansje. Lekker TikTok dansje. Ja, waar is het? Ja, ook wel echt leuk. En de beat ook. Ja. Wauw, dit is heel goed. Dit is echt heel goed. Ja, ik denk wel dat ze hoog gaat komen. Ze is echt goed. En haar liedje is ook echt leuk. Ja, ik denk dat ook mensen van zeg maar, onze leeftijdsgroep eigenlijk, dat die dat heel erg leuk vinden. Ja, zeker. Ik vind heel sowieso vrolijk. Haar ook wel, ze kan echt heel goed dansen. Ja, en ze kan bij het nummer ook. En ik vind het heel vrolijk en het is echt, ze heeft echt zo'n leuk sfeertje. Ja, ik vind ook sowieso, het is wel een lekker up-tempo nummer. En ik denk dat je er echt heel leuk naar, het luisteren vind ik heel... Ja, ja. En het blijft echt heel erg in je hoofd zitten. Ja, ja. Dit is wel echt zo'n TikTok ding, ja. Ja, dit is zo'n TikTok ding. Dit zijn echt dus meisjes die gaan. Ik wil lekker meedansen in zo'n pakje ook. Ja. En hij blijft ook wel hangen. Ja. Hoe zeg je dat? Palante? Palante! Het is echt zo'n zomerliedje eigenlijk. Ja. Het had gewoon de zomerhit kunnen zijn, zeg maar. De zomerhit van 2020. Ja. Ja, zij heeft het wel. Ja. Ik vind haar heel leuk. Ik vind haar ook heel leuk. Ik vind haar outfit echt heel leuk. Ze is en haar vibe. Ik denk serieus dat zij wel kans maakt. Dit is echt een nummer wat de jeugd heel leuk vindt. En ze kan goed dansen. Is leuk om naar te kijken. Ja, maar ze is wel heel jong. Ja, ze is echt heel klein ook. Maar ik denk als ze dit cool neer gaan zetten op het podium met goede dansers en goede schermen en zo, is het wel concurrentie denk ik hoor. Voor Unity. Zeker, maar ja. Dus toch blijft Unity de beste, maar weet je. Ik denk dat het wel een grote concurrent is. Ja, ik denk wel, het ook. Ja. Een van de leukste liedjes ook. Al weet ik niet heel erg of het een songfestival liedje is. Ja, dat vroeg ik me ook af. Dat weet ik niet. Het liedje is ook niet heel speciaal, maar het maakt het zeg maar speciaal dat zij het zingt. Ja, omdat ze ook jong is. Ja. Maar ik vind het wel echt een lekker nummer. Lekker nummer, ja, precies. Het is een goede kansmaker. Ja, ik denk het ook. Ik denk als ze de boodschap kan overbrengen, dat ze misschien wel heel hoog kan eindigen. Ja, omdat het dan echt wel binnenkomt. Ook omdat het gaat over deze tijd waar we nu allemaal in zitten. Nou ja, dit nummer gaat over corona. Vind je dat slim of zo dat ze dat doet? Ja, nou ja, ik vind het op zich wel, want het was in maart geschreven. Dus ik snap wel dat ze het dan daarover gaat hebben. Maar natuurlijk over 2 jaar, als het allemaal een beetje gezakt is, hopen we natuurlijk. Dat het dan niet meer echt bijzonder is of zo. Nee. Het is niet echt, ja. Dat is wel echt een gevoelige snaar dan, denk ik, voor de meeste mensen. En dat er ook hoop is, zeg maar. Ja, dat is ook goed. Dat er gewoon een positieve boodschap toch wel in het nummer zit. Dat het niet alleen maar gaat over de ellende die we nu hebben. Maar dat we kijken naar de toekomst en wat het gaat worden. Wow. Als je dit ook live kan. Knap hoor. Wow. Ja. Zo. Power. Zo hoog, joh. Niet normaal. Ja, dit is zeker wel een kanshebber, denk ik. Ja, ja. Ik denk ook dat deze wel... Ik denk vooral door de uithalen en zo. Ze heeft een hele mooie stem. En het heeft ook een hele andere sound, dat liedje. Ik vind haar heel goed. Ze gaat heel hoog en weer de laagte in. Daar hou ik zelf ook heel van. Ik hou ervan om hoog te gaan en dan weer laag. Doet zij ook. Dus dan denk ik toch wel van, oh, oké. Okay. En het is ook lekker melodie. Verslavend. Dus kanshebbertje.
Dat zeker. Ze zingt heel goed, dat wel. Maar ik vind het altijd heel lastig, want als je in je eigen taal zingt, dan moet je wel zorgen dat mensen die jou niet kunnen verstaan, want ik spreek niet Wit-Russisch, als dat de taal is, dan ik zou niet 1, 2, 3 weten waar het nummer over zou gaan. Dus het is wel echt aan haar om dat duidelijk te maken. 14, 16, 15. Nou, volgens mij had ik laatst gezien dat ze 12 was. 12? Hé, is jij 12? Zij is gewoon jonger dan ik ben, hè? Ja, ze is eigenlijk echt 17 of zo, 16. Ja. 12? Zeitje. Maar ze lijkt ook heel lang op de clip. Ik had echt niet verwacht dat ze 12 jaar oud is. Ze heeft een veel volwassener gezicht. Ja. Wauw. Ja, dit nummer is wel echt heel goed. Die uithaal. Ze is 9. Wow. Nou, dat kon ik echt niet toen ik 9 was. Heel goed. Oh, dat vind ik echt. Wow. Ja, dat is heel goed. Ja, ik hou er wel van. Ze is echt heel schattig met die haarband. Wel echt het typische beeld, vind ik, van de Eurovisie. Zo'n klein meisje. Ja, precies. Die dan heel hoog en precies, heel hard kan zingen. Maar, zou ze waarschijnlijk ook wel een wit jurkje aan hebben. Ziet dan ook met van die krulletjes. Ja. Zit wel, vind wel, wel goed. Ze is heel goed. En ze is gewoon heel goed. Ja. Ik ben eigenlijk wel benieuwd waar het over gaat. Iets met, wat zei ze nou? Chasing Sunset? Ja, voor mij dat je achter je droom mag komen gaan. Oh. Ja. Ik vind het heel mooi. Ik vind het heel leuk. Ik ook. Ja, ik vind het echt heel leuk. Haar stem is echt alsof je naar gewoon iemand van 14 of 15 luistert of zo. Ja, ja. Zij is een volwassen stem voor haar leven. Nou, hoe oud is zij? 9 of zo, denk ik. Vinden wij dit een kans hebben? Nou, ik vind het wel een goed nummer. Ik weet niet of dat zeg maar echt de winnaar zou kunnen zijn. Nee, want precies. We hebben toch wel ieder jaar echt altijd dit soort nummers. Ja. Ik vind dit zeker een kans hebben. Ja. Ja. Ik kreeg echt kippenvel. Ja. Mensen die van die Junior Song Festival kijken, die kijken er ook heel erg snel naar uithalen en zo. Van, oh, dat klinkt zo mooi. Ja. Dan zijn ze gelijk verkocht. Ja, ik denk dat als er iets meer vrolijkheid in zou zitten, dat ze er echt zin in zou hebben, dan wel iets meer kans maken. Ik denk het ook. Maar ik heb niet dat het nummer per se in mijn hoofd blijft zitten. Ik zou niet meer weten wat zij gezongen heeft. Nee, ik vind het ook niet echt een Junior Song Festival. Ik vind sowieso dat Junior Song Festival nummers lekker blij moeten zijn. Ja, lekker unity. In plaats van dat zweverige. Maar de boodschap van het nummer is wel heel mooi. Want Malta mag dus Engels zingen. Dus het gaat over dat je volgens mij, tenminste als ik de titel moet geloven, dat het is van ga achter je dromen aan. Dat vind ik wel een hele belangrijke boodschap. Zeker. Dus, ja, ik vind het wel een tof nummer. Maar ik vind het mooi niet echt mijn ding. Ik vind het, zeg maar, als ik het op de radio zou horen, zou ik het mooi vinden. Maar ik weet niet, Junior zo. Nee, nee. Volgende. Volgende, Oekraïne. Wat een naam. Zo joh. Oleksandr Balabanov. Vitkrivai. Oleksandr Balabanov. Oleksandr Balabanov. Vitkrivai. Ja, eindelijk een jongen. Ja. Ja, maar twee jongens heb ik dus gehoord. Hoe dan? Hoeveel jongens bestaan er op aarde die kunnen zingen? En dan maar twee jongens. Ja oké. Nou, misschien zegt dat weer over de macht van de meiden. Hè? Zijn we toch wel wat beter dan de jongens? Ik dacht dus eerst dat het een duo was. Omdat dat zijn elke keer een jongen en een meisje samen in de videoclip. Ja, en die jongen die zingt best wel hoog. En dat is echt heel erg knap. Alleen, omdat het meisje best wel vaak in beeld was, dacht ik, nou, dat is dan het enige duo ik die dan meedoet. Ook. Ik dacht dat die hoge stukjes dat het meisje was, maar het is dus ook die jongen. Ja. Toen ik het voor de eerste keer luisterde, dacht ik ook echt, oh leuk, het zijn een jongen en een meisje. En toen was het zo, oh, het is alleen een jongen. Ja, heel erg leuk. Ja, ik denk dat hij ook wel echt grote kans maakt als hij het live goed doet. Ja. Ik dacht eerst even zien, nou dat meisje of die jongen. Ja, ik wist het ook niet helemaal. Ja, het was eigenlijk een mega hoog. En ook nog dat stukje laag. En ook wel echt heel bijzonder dat hij zo'n hoge kopstem eigenlijk heeft. En dat hij dan heel snel schakelt naar het hele lage ook. Ja, en ook heel goed onder controle heeft. Ja. Want ik kan me voorstellen dat als je 14 bent, dat je dan toch een beetje die overgang zit met je stem. En dat het dan heel moeilijk is, maar het lijkt dan heel gemakkelijk af te gaan. Dat is misschien wel een risico natuurlijk, als hij de baard in de keel krijgt. Dat hij dan gewoon dat niet meer kan. Ja. Dus dat zou wel... Dat zou heel jammer zijn. Maar wel beter voor Nederland, dat wel. Heer Kruwaat! Jij kan het? Nou ja, gewoon niet. Nee. Thijs. Ook wat voor tekst die zo. Echt een of andere oekoboekentaal. Maar ik vind het wel heel mooi. Ja, oekoboekentaal. Oekoboeken. You gotta stand up and help me please. I'm
stop the hurting and bleeding. This is my dream and I need you to be on my team. I do, cause I'm stronger with you. Du siehst die Zukunft und du weißt, du schaffst es. Duitsland. Duitsland. Dit is het eerste jaar dat ze meedoen. Ja. Maar wel leuk dat ze gewoon weer, dat ze als Duitsland. Ik heb er eigenlijk nooit bij stilgestaan, dat zijn nooit. Ik ook niet. Ik dacht ook niet. En ik vind het, de combinatie tussen met Duits en Engels vind ik. Normaal vind ik Duits helemaal geen mooie taal. Nee. Ik volg wel Duits, maar goed. En op school verplicht. Ja. Ja. Maar hier vind ik het helemaal niet stond of zo. Ik vind het echt heel. Ja, ik vind het gewoon heel mooi. Ja. Ik hou ook gewoon niet zo erg van de taal Duits. Nee, ik ook niet. Sorry, ik vind het gewoon altijd. Zeker niet zo'n lied. Ik vind het gewoon. Ik kan het zelf het helemaal niet spreken. Het klinkt zo raar. Misschien omdat het gewoon een gekkere versie is van Nederland. Ja. En dat het daarom raar voor ons klinkt. Ik heb er gewoon niet veel mee. Nee, ja, ik vind het wel een mooi nummer, maar het is niet echt bijzonder. Snap je wat ik bedoel? Nee, het is ik denk niet geen dat concurrent. Het, nee, geen concurrent. Unity maakt ze zo in, denk ik. Ja, dat sowieso. Mooi liedje. Ja, ik vind het een heel mooi liedje. Dit is ook een liedje wat ik zou zingen. Ja. Dus ik vind het echt. Ja, ik vind het ook lief voor jou. En ik vind, dit is natuurlijk hun eerste, echt allereerste jaar dat ze meedoen. Vind ik ook heel goed. Ja, echt, ik vind het echt een goed liedje komen ze bij. Ja, precies. Ik denk echt dat deze, ik vind dit persoonlijk wel echt een van de leukste. Ik ook, ik kon hem wel helemaal meezingen. Ik vind hem echt heel leuk. Het is echt een Duits. Ik had dus ook ergens gelezen dat zij dus danseres was voor Justin Bieber. Hoe vet. Ja, ik weet niet welk concert precies, maar wel echt super gaaf dat je dan gewoon mag optreden met Justin Bieber. Ja, en dat betekent ook dat ze goed kan dansen. Ben je best wel oud? 14. Nee joh. Gewoon ouder, 16 of zo? De catch is dat ze jonger is. En daarom is zij, zeg maar, denk ik wij denk, dat ze wij denken echt dat zij 16 is. Maar, ze is 14, want ze is jonger. 15? Nee. 14. Echt? 14? Zij lijkt echt 16, vind ik. Ze lijkt ook veel ouder dan. Nee, want ze is 13. Nee! Nee! No! 13? Oeh, allebei zaten ze lijken echt 15, 16. Ja. Mooie stem ook. Maar 10, dat hou je niet uit deze stem. Dit is 10? Ja. Dit meisje is 10? Ja. Dus ze heeft best een volwassen stem eigenlijk. Ja. Ze is 10? 10. Ja, echt heel, heel volwassen geluid voor iemand van 10. Zingt in wat ze kan. Tien? Ja, ze is 10. Ja, ik denk dus hè, dat dit een klein paspoortvervalsingje is. Ja, ja, ik geloof gewoon niet aan haar stem te horen. Zij kan niet 10 zijn. Nee. Toen ik 10 was, klonk ik ongeveer zo! Ja. Ja! Een chipmunkje. Ja, die kan niet 10 zijn. Dat kan niet. Er is ook weer een ballad. Ja. Er zijn echt weinig vrolijke liedjes eigenlijk dit jaar. En dat gaat heel veel over het leven en dat soort dingen. En daar is Unity dan wel echt anders in. Dat het meer over vriendinnen weer gaat of zo. Ja, vrolijk lekker. Fris. Ja. Wat mij opvalt is, het is wel mooi, maar het lijkt allemaal een beetje op elkaar. Het is allemaal een beetje dezelfde ballads weer. En dan maar die heb je Frans Unity. Dan weer niet, hè? Ja. Nee, oké. Okay, en dan heb je Unity. En die is gewoon lekker. You are my best friend. Nee, ik vind het eigenlijk niet. Niet passen, omdat het gewoon, het is, kijk, het heeft wat, omdat het in de hoogte gaat, maar het is zo sloom. Ik bedoel, een beetje vibe hebben mag wel toch? Mensen die zijn al depressief deze dagen. Ik bedoel, geef ze een lekker popnummer, lekker dam, knallen. Maar, persoonlijk vind ik dit niks eigenlijk. Dus ik vind dit geen kanshebber en ik zal er ook niet naar kunnen luisteren. Dus Georgië. Jammer. Heel erg jammer. Had ik niet verwacht. Next. Kunnen we iets groots bereiken? Beste vriendschap brengt ons elke grens voorbij. You are my best friend in every distance. Ja, ik ken het dan zo gewoon. Oh ja, je mag dus op je eigen land stemmen. Hè? Dus ga allemaal stemmen op Unity. Allemaal stemmen op Unity. Stem op Unity. Ja, dit is toch leuk? Dit is toch. Dit wil je hebben. Dit wil je hebben. Dit is het. Ja, ja, dit is natuurlijk gewoon de winnaar. Ja, sowieso. Ja. Nee, ik vind het echt, het is heel origineel of zo. Omdat ik
tot nu toe hebben geen groepjes gezien. Nee, alleen maar solo's dus. En ja, het is gewoon heel schattig. Zijn de kleine meiden heel lekker lief, fris. Heel, ja, het is heel allemaal vrolijk. Heel leuk. En je kan het heel makkelijk meezingen. Ja, inderdaad. Het is lekker zo... Oh. Ja. Dit is gewoon zo'n nummer, als je dit hoort, dan heb je gewoon, krijg je gewoon Junior Songfestival vibes. Ja. Dit is gewoon, de kleding klopt, sowieso de meiden, dat zijn vier hele mooie meiden. Nee, maar het is gewoon zo, dat kun je gewoon zien. En het klopt gewoon of zo, het is gewoon een plaatje. En ik denk dat ze het live ook gaan knallen. Top. Ja. Kanshebber, sowieso. Nee, maar oprecht, ook al wonen wij in dit land zelf. Ja. Hè, en we zijn natuurlijk absoluut voor Unity. Ik vind het echt een goede kanshebber. Ja, ik ook. Ik denk echt dat ze daar echt aan kunnen stralen op het podium. Ze gaan het supergoed doen, denk ik. Het zijn toppers, alle vier. En we zijn heel trots op ze nu al. Dus zeker. Komt helemaal goed. Yes. En er zitten een heleboel nummers tussen nu dit jaar van andere landen die dan... dat rustige hebben en ik heb altijd wel zin in een feestje. Ja. En gewoon Nederland knallen. Krijg je gewoon een feestje. Ja. Je dus kan je gewoon de confetti knallen. En bam! Ja. Het is een feestje met Unity. Dus, ja. Dus stem op Unity, want je mag dus op je eigen land stemmen. Precies. Unity, the best. Friends. Zekers. Ja. Gaan winnen. Zijn er. Gaan winnen dit jaar, jongens. Ja. Team Nederland, Team Unity. Woe! Zekers. We willen echt heel graag winnen. Ja. Heel graag. Nee. Ja. Heel. Je een klein beetje. Het is heel graag. Beschrijfelijk hoe graag. Ja, nee. Maar gewoon omdat het voor Nederland en na volgens mij iets van 10 of 11 jaar of zo volgens mij. Dat dus als we dan nu, dat zou wel heel vet zijn. En het is natuurlijk gewoon een hele mooie kans nu. En als je omdat, weet dat je zo gaat. Omdat het natuurlijk ook een beetje een ander jaar is geweest. En ja, omdat het natuurlijk allemaal anders moet nu. Ik denk dat er juist mensen gaan kijken. Omdat ze denken van, oh, hebben ze dit jaar aangepakt. Met, omdat we nu met allen bij elkaar kunnen zijn en zo. Dus. En dan is het wel extra bijzonder. Ja. Vind ik. Vooral vier meiden. Wij zijn de enige girlband, toch? Ja. Yep. Maar sowieso enige duo of meerdere. Vote voor Unity. Vote voor Nederland. Dus onze top 3 is Nederland, Spanje en Frankrijk. Nummer 3 is Malta. Ja. En op nummer 2 Spanje. En nummer 1. Nou, wat zou het zijn, jongens? Unity Nederland. Nummer 3 is Malta. Nummer 2 Spanje. En natuurlijk nummer 1 Nederland. Op nummer 3 is geëindigd Spanje. Ja. En op nummer 2 is geëindigd Kazachstan. En op nummer 1, Unity. Op 3 denk ik dan Frankrijk. Op 2 dan Spanje. En op 1 Nederland. Want ik vind die van Nederland toch wel toch schattig of zo. En blijft sneller in mijn hoofd zitten dan Palante. Oké, 3 is geworden Frankrijk. 2 is geworden Oekraïne. En 1, ja, dat kan niet anders. Unity natuurlijk. Welk land vond jij nou het leukst? Laat het weten in de reacties. Vergeet niet te abonneren en te reageren. Vond je deze video nou leuk? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Oh ja, vergeet niet om te stemmen. Stemmen! Dus stem vooral op Unity! Want we willen natuurlijk allemaal dat Unity wint. Dus stemmen! Stemmen allemaal. Jullie moeten stemmen, op toch? Nederland. Wat moeten ze doen? Op Nederland stemmen. Stem op Nederland. Ja, stemmen. Gewoon doen. Gewoon. Stemmen. Kan. Op Unity. Kan gewoon. Goed, maar eigenlijk moet het wel. Ja, het moet gewoon. Ja, gewoon moet stemmen. Gewoon. Stem op Nederland dit jaar. Wij gaan dat ook zeker doen. Stemmen. Vergeet ook niet op Unity te stemmen. Echt doen, hè, want ze hebben het echt nodig. Yes. Stem op Unity. Wil jij nou weten hoe je moet stemmen? Kijk dan naar de stemvideo. Doen hè. Tot in de volgende video. Doei. Doei. Doei! Heel erg bedankt voor het kijken. Wij vonden het echt super leuk om dit te doen. En tot de volgende video. Doei! 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 Bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. Doeg! Doei! Doeg! Tot de volgende keer. Doei! Vandaag gaan we onze concurrentie bekijken. En we hebben... Nou. 3, 2... Wat doen we nou? Gaan we nu alweer zeggen of hallo? Ja, zeg okay, hoi. 3, 2... Hoi. Hoi! Welkom bij deze video. Hallo allemaal. Hi. Vergeet zeker niet te stemmen op Nederland. Want dat gaan wij ook doen. Dit jaar mag je weer stemmen op Nederland en wij gaan dat zeker doen. Dus vergeet dat zeker niet te doen. Dit jaar kan je op Nederland stemmen en wij gaan dat ook zeker doen.
Dus jullie ook. Wij gaan zeker stemmen op Nederland dit jaar. En jullie moeten dat ook niet vergeten. Mimi! Hoi! Leuk dat je kijkt naar deze video. Jammer nou. Nieuwe. Op de nummer 3 is geëindigd. Spanje. Op nummer 2 is geëindigd. Op nummer 3 is geëindigd. Kazachstan. Spanje. Oh nee. Nee, Spanje. Helemaal. Oké, prima. Helemaal. Super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Super.